Hey kijkers van Dus David Kraft, welkom bij aflevering 4 van Legends. Ik speel even samen met een speler, met Colin. Heel veel mensen kennen hem misschien van Bytopia of van By Nation of gewoon een keer in de lobby gezien natuurlijk. En hij had nog niks, hier heb je vast een boompje. Hij had nog helemaal niks gedaan hier op de game mode en hij dacht, ik ga het ook even spelen. Ik zag het in de chat net toen ik wou opnemen en ik zei, weet je wat Colin, we gaan samen wel even. En misschien kan ik hem wel een klein beetje helpen. Hij vroeg, en dat vond ik wel heel leuk, moet je gelijk geren of wat? Nou, het is zo. Het is hier een... we zitten nou... Dit middenstukje is een soort van fort. We hebben er een muur omheen gebouwd. En onze Nexus is nog beter beschermd. Dus daar gaan we zo meteen even heen. Dan ga ik je dat laten zien. Ik kan zo niet kijken of die... Ja, Krachnar. Dat is die vreemde vent die alles kapot maakt. Daar moeten we dus een beetje bij oppassen. Kun jij op deze crafting table slaan? Yes. Ik heb net al een zwaardje gemaakt. Voor de zekerheid. Ja, maar ik heb een shit ton aan iron. Dus ik, zoals je zelf al zei, moet ik inderdaad even boots maken. Hoppakee. Ja, dan bewaar ik even... misschien nog even. Ja, ik bewaar nog wel even wat. Zo. En heb jij ook iron? Thank you. Zo, dat is wel heel veel. Ik denk dat het genoeg is, toch? Hoop het wel. Dat denk ik wel, hoor. Oké. Dan maak ik even voor jou een iron soort ook gelijk. Ik heb er nog 5 over. Dus die hoef jij niet te maken. Mooi. Oké. En zo. Jee, maar wat doe je snel? Kijk eens aan. Ik doe dat altijd zo heel langzaam. Ik ben er echt een halve minuut mee bezig. Colin, je hebt nog een beetje iron terug. Dat heb ik nog over. Iemand... Graag naar Resin. Ik ben heel benieuwd. Oh, ja, bewaar maar, joh. Maakt niet uit. Dankjewel. Hoppakee, boots aan. En wij gaan even naar de spawn toe. Hij is er net, hij is weggegaan. Ik zie alweer bliksem. Dat is meestal niet zo goed. Wie is dit? Oh, de speedlars. Goed. Nee, wie is dat? Hebben ze enchanted spullen? Ja, ik zie dat iemand van ons team al enchanted armor heeft. Oké. Ik heb alleen nou even geen idee hoe we... naar de spawn komen, want alles is allemaal anders georiënteerd. Ja, volg mij maar gewoon, we komen er vanzelf wel. Voor mij is het deze kant op. Komt vast wel goed. Oh man, dus ze hebben... Oh ja, dat weet ik nog. De vorige keer had die god, zeg maar, die had ons als soort van uitdaging, had hij een enchantment table gegeven aan ons. Aha, en toen hebben hun dus geen enchanten mee. Ik denk het. Ik heb sterk het idee van wel. Waar ben je? Ik ben achter jou nog steeds. Oh, ja, nice. Dus wij zijn een beetje de zwakkies nu. We hebben wel full iron, dat is echt een minimale. Ik heb ook mensen gezien die al iets van diamond hebben. Geen idee hoe ze eraan komen, maar ik vind het helemaal prima. En ik zie nog... Oh, daar is Krachnar. Hij heeft niet eens gear aan, die vent. Kom, we slaan hem dood. Of toch niet? Gear aan? What the fuck? Waar is uw kleding? Ja. Hoeft het niet van hem ofzo? Oh man, als ik een pijl en boog had... Echt, hè? Gewoon eraf schieten die al. Zullen we van achter, zullen we naar boven bouwen? Ja, dat wou ik dus ook gaan doen. Heb je hout of iets dergelijks? Ja, ik heb hout. Ik heb 62 hout. We kunnen het proberen, maar ik weet niet of het opvalt. Ja, ik ga even kijken of hij mij zo ziet. Als we hier langs gaan, ik denk niet dat hij mij zo ziet. Wat een geheime missie. Ja, zal ik hem er gewoon aftikken en dan gewoon weg. Okay, moet je nog wat hout hebben om te bouwen? Nee, ik heb mezelf wel. Okay. Staat hij er nog of niet? Ja, volgens mij staat hij nog aan de voorkant. Oké, nou dan ga ik gewoon... Zullen we het gewoon doen? Ja, laten we het proberen. Ik bedoel, YOLO. Nou. Oh, voorzichtig Colin. Ja. Oh shit. Nee. Zullen we gewoon in het water springen? Laten we rennen inderdaad. Wat doen we? Ik wou u eren. Kijk. Welkom de sapling. Ja, geef hem maar dingen. Ik geef hem de sapling die jij net gegeven. Ja. De heilige sapling. Geef het een naam. Snel, zeg iets. Ik heb het gegeven. Het is de heilige sapling van iets. Hey, Colin. Ja. Bluf dat ik een sneeuwbal op hem gooi. Zal ik het doen? Doe het. Run. Run. Ik denk dat hij dat niet zo leuk vond. Wacht, dan stuurt hij het dorp achter mij aan. Hoezo? Uh-oh. Nee. We gaan kijken of hij ons volgt. Vast niet. Kom, blijven rennen. My god. Nee. Andere kant op, Colin. Run. Hoe durft u? Het ongeluk. Foutje. Misklik. Misklik. Fout. ik dacht dat het normaal was. Kom. Zit hij nog achter mij aan of niet?
weet ik niet. Ja, hij zit nog wel achter ons aan. Oh. Heb je nog een eten? Hij is daar! Ja. Ik heb genoeg. Ik heb helemaal geen eten. Oh shit, hier. Oké, thanks. Komt je maar. Kijk, we kunnen ons ook verstoppen. We gaan ons dat verstoppen. Kunnen we ook doen, we kunnen onszelf ook gewoon in gaan bouwen. Ik heb een nieuw gezicht, niet meer na bij elk bericht. Ik heb geen bijl. Ik maak wel eentje open. Oké. Okay, zo weet kunnen ik tenminste niet... nog wat zien. Wat hoor ik nou in verstoppen muziek? Ik hoor Roxanne Hazes, weet ik niet. Gaat hij ons vinden zo? Voor mij is het vergeten. Maar ik, dat is. Ik hoop het. Zullen we gewoon rondlopen hier? Waar zijn die twee? Shit, nee, die kapot maken. Dit is echt lame hoor. Wacht even, Dylan zit ons uit het. Oh, Dylan. Wacht even. Zit ons op spawn? Dylan, ga je me verraden of wat? Wat is dit? Oh, fuck it. Dat waren heilige sneeuwballen wat we gaan terug naar ons huis. Fuck deze shit, ik heb er geen zin meer in. Waar dus, we Het ding is wel, als wij straks genoeg XP hebben, vindt ze voor mij. Dan gaat hij de hele dorp achter ons aansturen, doe normaal. Nee, hè? Lijkt me niet. Dat hoop ik niet, dat hoop ik echt niet. Dat gaan ze echt niet doen. We moeten alleen dus even gaan kijken, hoe komen wij aan XP? Zijn het dieren? Ja. Dan misschien een farm maken of gewoon heel veel minen. Heel veel minen, dat helpt ook. Oh ja. Hoeveel het vriend bij de spannen geen mobs, hè? Voor mij heeft hij het... Nee. Ja, die spannen wel, maar alleen als hij ze maakt, zeg maar. Ah, oké. Okay. Nee, inderdaad. We kunnen dat niet farmen, helaas. Maar wel gewoon normale dieren. Daar krijg je ook XP van, als het goed is. Maar zag je dat? Die sneeuwbal, die deed helemaal niks op hem. Ja, staat hij alweer in gold mode of zo? Wat de hel? Ik zou het niet weten. Ik ga beginnen met in ieder geval... Oh, maak jij even twee iron pickaxes anders? Ja, is goed. Hier heb je sticks. Dan gaan we dat misschien gewoon maar even proberen te minen en kijken of we wat XP hebben. Ik heb nu 3 levels, dat is niks. Ik heb 3 pickaxes gemaakt, ik denk dat wel zat is eventjes. Ja, zou iemand hier al... hallo. Ik heb hier pickaxes op de grond gegooid achter je. Oh, nice. Zou iemand al iets van een... ik ga het nou niet vragen waar die dude zit, waar die bij zit. Maar zou iemand al boeken hebben en zo om te kunnen enchanten? Want... Ik weet het niet. Ik zie wel sugarcane staan ergens net. Dus ik denk dat er wel boeken zijn. Ik zie ook koeien hier. Ik weet nog niet of die ledder geven ook, maar... Nee, ze zit ook in een bootje. Dus voor mij zijn die van Speedy Lars. Laten we dat maar even niet doen. We worden wel gevolgd door een draakje de hele tijd. Een draakje? Oh, ga weg. Minen dan maar? Ja, ik denk het. Lijkt me een slim plan. Zijn we tenminste veilig onder de grond. Ja, we zoeken wel even ergens een mine. Ik denk dat er genoeg zijn hier van mensen. En dan gaan we daar gewoon lekker verder. Ja, vast wel. Zoals hier. Hier is een mine. Ja, let's go. Nou, ik vind het wel leuk hoor. Ik bedoel, ik join net de server en ik zie wel dat er echt dorpjes zijn gemaakt en zo. Jongen, dit is echt gigantisch. We kunnen, misschien is hij ons vergeten, we kunnen nog wel een keer gewoon terug naar de spawn gaan. Maar daar hebben we sowieso een mine, right? Bij de spawn. Ja, ik vind het prima, als we maar niet doodgaan. Nee, prima. dat kan ik je niet beloven trouwens. Nee, precies. Dat... ik zat al te wachten op dat antwoord. Sven de draak weer. Oké, en langzaam hier doorheen en... Dit is op zich al wel redelijk mooi verdedigd, alleen die gozer die vliegt, dus wat hebben we aan muren? Kun je net zo goed niet doen, toch? Nee, maar misschien kunnen we wel een plafond maken. Oh, ja, dat is ook een goeie. Ik zag ook bij de spawn dat mensen die hadden allemaal met obsidian, ik weet niet hoe ze eraan komen. Heel veel werk volgens mij, want er is geen diamond pickaxe, dus hè, hoe maak je dat? Ja, precies. Waren mensen die allemaal een soort eigen bunkers gemaakt hebben. Okay, ja, wat je wel kan doen, je kan wel lava neerzetten en dan water erop gooien, neem ik aan, toch? Ja, maar dat zeg ik, dat is best wel veel werk dan, ja, toch? Ja, klopt, dat is inderdaad best wel veel werk. Mijn eten begint wel op te raken trouwens. Ja, we moeten dadelijk maar even kijken waar we wat eten kunnen halen. Loopt hij daar nog of niet? Ja, dat was hem volgens mij. Oh. Dus, ja. Oké, we zoeken even een mine ergens. Het ziet eruit als een... Oh, dat is Kjell, ik schrok me kapot, ik jongen. Ik ook. Ik denk, wat is dat nou weer? Dit is private van Arator, shit. Oh ja. Het is ook niet handig wat we hier gaan doen, maar waar zijn die enchantment tables dan? Ja, dat vraag ik mij ook af. Zou iemand die gewoon voor zichzelf hebben gehouden? Ja, ik denk het. Welkom bij de voedselbank, ook een leuk initiatief. Dit ziet er wel uit als een soort koningshal. Toch? Durven we hier naar binnen te kijken? Ja, toch? Ja, let's go. Ik hoop niet dat het van iemand was, dat we iemands huisje kapot maken, maar... Nee, maar we repareren hem weer.
Dus we doen gewoon zo. Ja, geen enchantment table, helaas. Ook niet. Jongen. Waar is de enchantment table? Heb jij enchantment Wie is dat? Wie is dat? Oh, dat is Speedy Lars, gelukkig. Ja, dat is van ons team. Allemaal privates in de herberg. Maar waar is de herberg? Ja, is dit de herberg? Hier, ik weet het niet. Ik weet het niet. Naast de Nexus. Oké, okay, dan vinden maar we dan kan je gelijk de Nexus laten zien. Ja, dat is dit. Dit is de Nexus. Oh, is dit de Nexus? Oh. Oh, dit is hem, de herberg. We found it, ladies and gentlemen. Wow. Nice. Oké. Okay. Oké, okay, maar waar is de enchantment table? Oh ja, boven. Kroon zegt boven. Oh, vet. Kijk. Kijk eens aan. Oh ja. Dus als we hier onze pickaxe in zouden doen en we zouden lapis hebben, wat we niet hebben, dan nee, kunnen we dat... inderdaad. Dat is heel naar. Oké, okay, nice. Hoe gaan wij aan XP komen? Nou, ik denk dan maar toch gaan minen. Of, ik zou het anders ook niet weten. Ik ook niet. Ik heb echt geen flauw idee. Is die vent er nog? Weet het niet. Volgens mij is hij gevlucht vanwege de sneeuwballen die we hebben gegooid. Minen en dieren, dat is het enige dus. Ja, en precies. En aardappels maken en zo waarschijnlijk. Oh man, we lopen echt achter hoor. Mensen hebben allemaal mooie enchanted spullen. En wij hebben gewoon lelijk standaard iron. Komen wij aan. We gaan lekker terug en ik kan jou niet op mijn huisje toevoegen. Dus misschien moet je er gewoon lekker naast bouwen. Ja, dat komt goed. En dan gewoon, I guess, maar XP gaan verzamelen. Want daar moeten we het wel een beetje van gaan hebben. Ja, dat denk ik wel. Zou ook niet anders kunnen, denk ik. Ik heb de opdracht, zegt die Dylan. Wacht. Wauw, wat een dude, joh. Hij wil ons gewoon naaien. Kan je mensen van je eigen team doodmaken of niet? Nee, gelukkig niet. Anders hadden we hem gewoon in de grote lavapoel gegooid, Dylan. Ja, dus kom maar, Dylan. Landverrader. Kom maar, Dylan. Ja, precies. Ja, totaal niet, zegt hij. Nou, ik heb even geen zin om met die dude te chillen. Jij wel? Met die ik ook niet. Laten we maar gewoon lekker vermijden. Dat lijkt me het slimst. Ik wil juist dat het goed gaat. Voor mij wil je ons gewoon dood hebben. Ja, wat bullshit is dat, joh. Goed, wat we doen is gewoon als volgt. Een leuke muziekje opzetten. En wij gaan gewoon hier samen. Waar ga jij zitten? Hiernaast? Hier is veel ruimte. Ja, ik denk het. Ja hoor. Oh my god, we hebben de hele tijd voor een mine zitten zoeken. Kijk hier. Nee, dat meen je niet. De mine van een wortel. Vraag toestemming. Nope, niet nodig. Nee, maar goed, dat gaan we de volgende aflevering maar even doen. Dames en heren, yes, jullie goed. Kunnen Legends spelen met elke rank die er is. Of het nou de Mindtopia 2 jaar rank is, een gold rankje, permanent obsidian rankjes, elite DDG, fan rankjes, EGS. Elk rankje telt en dan kun je lekker hier spelen en niet zo dom zijn als wat ik ben en krachtnaar. Hé, hey, kijk, ik krijg een brood. Oh, alsof je het gehoord heeft. Ja, echt hè? Hoeveel is het? Het is maar 3. Oh. Van welke farm zou dit gejat hebben om het aan mij te geven? Ik wil het niet weten. Ik denk die farm. Afsluit het jongens, laat even een like achter en kom lekker gezellig spelen. Want we houden het al 4-5 dagen vol of zo. Terwijl dit normaal gesproken zou het veel sneller klaar kunnen zijn. Dus misschien dat we de volle week wel gaan halen tegen de goden hier. Ik weet het niet, maar welkom bij Legends in ieder geval. Colin, heel erg bedankt. En kijk lekker de volgende video ook weer op DLC. Tot de volgende keer, later.